mevrouw. Mag ik een knuffel geven? Nou, dat mag zeker. Dat is... Geweldig. Mijn dag is wel goed. Mijn dag is wel goed. Hartstikke bedankt. Geweldig. Ja, natuurlijk. Mag ik als ik een hand krijg. Ja, alles goed? Hallo, Astrid, ja? Oké. Hey, nou, even kijken hoor. Nou, wat ik heel wil bereiken is dat ik de mensen die vinden dat we op moeten houden met het opnemen van die duizenden, tienduizenden, op termijn honderdduizenden asielzoekers in Nederland, om die mensen te steunen. Om te laten zien dat niet alle politici in Den Haag weggevers en wegkijkers zijn. Dat er ook politici zijn die het voor de mensen opnemen. En dat doet de PVV. Maar bent u niet bang dat de strijd verhardt? Ja, wie verhardt de strijd? En allemaal die politici die doen wat de Nederlandse bevolking niet wil, zij verharden de strijd. Wat wij doen is opkomen voor de Nederlanders die zeggen genoeg is genoeg. Wij kunnen het niet aan, duizenden asielzoekers per week. We kunnen niet accepteren dat mensen die al jaren op een wachtlijst staan voor een huurwoning moeten wachten langer omdat asielzoekers die woningen inpikken. Allemaal dat soort voorbeelden, dat kan niet meer. En ik zeg u, er gaat een andere wind in Nederland waaien op het moment dat de mensen de PVV de grootste partij bij van Nederland maken. En daarvoor, om die mensen te steunen en daartoe op te roepen, ben ik hier vandaag. Goed, jongens, we gaan verder. Ja, mevrouw, waarom bent u hier nou precies? Kunt u dat uitleggen? Ja, ik heb een tegengeluid laten horen dat wij in Almere niet allemaal PVV'ers zijn. Nee, want Almere wil ook wel vluchtelingen opvangen. Absoluut. Ja? Ik ben er 100% tegen. Hilders! Gemeente Almere heeft toegezegd 450 plekken. En daar sta ik achter. Ja. Terwijl toch ja, ook heel veel mensen tegen zijn. Ja, dat zal wel, maar we hebben het over mensen. We hebben het niet over dingen, we hebben het niet over wegwerpartikelen. We hebben mensen die hetzelfde recht hebben als wij, namelijk een plek, een veilige plek op een onderdak, op, nou ja, geen oorlog. Ja.